Hallo, goedemorgen en happy Sunday als je deze vlog meteen kijkt. Want de vlogs komen tegenwoordig altijd op zondag online. Ik sta nu nog in Amsterdam in mijn huisje, maar niet voor lang, want ik ga naar Marrakesh. Daar ben ik natuurlijk een tijdje geleden al geweest met een aantal van mijn vriendinnen. Heb je waarschijnlijk ook kunnen zien in een vlog op mijn kanaal. En ik was toen met Moroccan Must-Haves op persreis. En Yusra, die daar het meeste brein achter is en ook een Insta-account heeft vol met Marrakesh tips, die heeft onze trip gepland dit keer, eigenlijk als een soort reisbureau. Omdat ik gewoon geen tijd had om een vakantie echt te plannen, maar wel heel graag een paar dagen weg wilde. En zij alles kent daar en een super expert is, heeft zij alle boekingen en dergelijke gedaan. En alles uitgezocht en met haar tips en tricks gaan we er denk ik iets geweldigs van maken. Het wordt eigenlijk een tripje om gewoon een beetje uit te rusten, even wat quality time te hebben met Jordi. Bij te kletsen, lekker te eten, te genieten van de mooie cultuur, de lieve mensen en de mooie kleuren en dat soort dingen. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ben nog steeds best wel ziek, dus ik hoop dat dat een beetje wegtrekt als het ware door de warmte. Dat helpt meestal wel. Dus ja, gewoon heel veel zin in een heel relaxed weekje met veel gezelligheid en niet al te veel doen. Gewoon betoverd worden weer door de mooie plek. We zijn Marrakesh. In Marrakesh! Hallootjes! We moeten toch een keuze maken nu weer in het scherm komt. Ja, klopt. Samen gaat het niet lukken. Helaas. We zijn net aangekomen. Mijn voorhoofd is er ook bij. 2 uur geslapen? Dat is helemaal niet waar. Nou, 3 uur. Oh, vannacht bedoel je? Ja. Ik dacht net. Ja, we hebben echt van 2:30 tot 4 geslapen. Dus we hadden een hele vroege vlucht, maar dat betekent wel dat we nu de hele dag hier kunnen chillen. Super lekker, we zijn net aangekomen in een hele mooie Riad. Riad Janeman, wat wij de hele tijd horen als Janneman. Maar het schijnt India's te zijn, niet uit Hollands. Logisch. En het is zulk lekker weer, echt heel zacht en heel fijn, heel warm. En we gaan nu even rondwandelen, we zitten in de buurt van de souk. Dus het wordt een leuk avontuur. Hallo. Palmbloesje aan. Hoppa. Of shoulderjurkje aan. Hoppa. Lekker bedje. Overal leuke prints. Het is vet mooi. Hallo. Echt super nice. Hoe waanzinnig mooi is dit. Zo hoog en prachtig. Oh my god. Maar is hier dus helemaal niemand. Hier is een woonkamer. Daar is een Jordietje. Zo waanzinnig. Eigenlijk een beetje alsof je in een hele mooie filmset stapt. Of een soort van Efteling meet superhotel. En dan heel stil en dan kom je buiten en dan is heel veel leven. Heel leuk. Het is zo groen en mooi. Hoe leuk zijn deze groene kleuren ook bij elkaar. Onze eerste tagine is een feit. Ja, ze beginnen met de koken op de tafel. Ja, hè? Lekker. We zijn weer in het hotel. Ik heb een uurtje gewerkt en een uurtje geslapen. En ik ben eigenlijk nog steeds ziek wel. Dus dat is niet zo lekker. Heel misselijk. Hallo. Dus nu echt lekker even hier. In de schaduw. In een nieuw jurkje. Ah, een oud jurkje. Toch best wel een Marrakesh geïnspireerde garderobe. Dingen die hier heel goed passen qua stijl. Dat vind ik wel gezellig. Bedoel ik natuurlijk vooral de accenten en de stofjes. Ik denk niet dat veel mensen uit Marrakesh er met zulke blote schouders bij zullen lopen. Het is echt het perfecte weer in de schaduw. Zo lekker. Mijn lieve fotogenieke superschatje. Doe even je poses. Beetje hand door het haar. Mysterieus. Liefst allebei. Zo en mysterieus. Ja. Je staat er echt voor te wachten. Ja. Ik heb net mooie foto's hangen. Mijn schatje heeft een nieuwe lens.
Is wel. Is zeker. We zijn nu beland bij La Trattoria. Zo'n mooie plek. Speelt hier ook iemand live piano. Waanzinnig mooi. Voor de gelegenheid even deze jurk aangedaan. Een bloemetje dit. Een briefje. Zo leuk. Yay. We zijn nu even buiten gaan zitten omdat dat gewoon nog kan. Niet chill. We hebben lekker dessertjes besteld. Een hele mooie tiramisu. En noga ijs en lekker fraai met chocola. Ik ben heel benieuwd naar die noga ijs. Ik heb dit nog nooit gehad. Even een brekkie pakken in deze superleuke rok van Le Café Noir Studios. Van onze vriendin Lizzie. Zo gezellig. Wat? Lekker tafel vol goodies. Pannenkoekjes, is het you? Lekker goodie voor me. Grote marktplein. Hoe leuk zijn deze dingen allemaal. So pretty. We hebben even in ons hotel gechilled op het dakterras en toen hebben we ons aangekleed. Ik heb een bloemenjurk aan van Ghost. En nu zijn we weer in de souk en gaan we bij Nomad eten, waar ik vorige keer ook was en wat super chill en lekker is. Dan kijk je over de hele stad uit. Vet lekker eten, dus dat gaan we nu doen. Lekker bij Nomad. Dan zit je dus lekker hier. Dan kijk je ondertussen uit. We hebben zo'n honger, want het is al 3 uur of zo. Maar de bediening hier is altijd een beetje slom. Er zijn heel veel mensen, maar niemand komt naar je toe of zo. Wat niet super chill is. Dus ik hoop dat we... we wel iets lekkers krijgen zo meteen. Hier zit er helemaal doorheen. Linssalade, zucchini fritters, aardappeltjes. Er komen nog wat dingen aan. Hoe mooi is dit jurkje? Weer in onze kaashuis. Zo mooie riad is het. En we hebben natuurlijk weer een date night. We gaan nu naar Comptoir Darna, wat echt een soort van het flashy, hippe, super fancy restaurant hier is. Met buikdansen, optredens en ik zie hetzelfde een beetje als de Jimmy Woo van Marrakesh. Jordi staat hier. Ziet er heel mooi uit volgens mij weer. Het buikdansen is begonnen. Tijd voor een nieuw ontbijtje. Ik heb een nieuwe jurk aan ook. Over nieuwe dingen gesproken. Het zijn deze jurk. Marokkaanse peppies. Welke? Deze. Ja, dit. Het zijn een soort mix tussen een pannenkoek en een ei. Nee, het zijn een soort hele dunne, hele neutrale pannenkoekjes. Oh ja. Oké, hè? Ja.
Yummy. Lekker uitzichtje. We zijn in een nieuw hotel. Vandaag slapen we en morgen in het Mövenpick Hotel. Die ons uitgenodigd hebben. Dus dat is heerlijk. En we hebben een huge kamer. Niet te doen. We gaan nu even bij het zwembad chillen. En dan wat lunchen denk ik. En straks massages. Wat pak je? Wordt hier de street art in het hotel heel groot gemaakt. Dit is de bar. Van Mövenpick. Er staat een super grote zandloper. Hoe cool. We zitten nu met hele leuke meiden te lunchen van het hotel. En we leren Arabisch. En nu leren we dus hoe ze ook Engelse woordjes in hun Arabisch soort van verweven. Are you ready? Not yet. By the way. You get a blank, right? Because right. I put on the camera. We zijn nu in de spa van het hotel. Ik ga me even omkleden in zo'n hilarisch plastic-achtig wit onderbroekje en een hele lekkere badjas. En dan krijgen we een hammambehandeling en een massage hebben we geboekt. Zoveel zin in. Oh, wat heerlijk. Ultiem chill gevoel. We hebben een etentje buiten. Jor heeft nu een andere variant van zijn lievelingshemd aan. Wat draagt hij vandaag? Vandaag weer een hemd van een strandhemd. Yes, please. Dit shit is van de strandpunt. En wij zijn dus, we zitten dus hier. Ik ben aan deze kant van de tafel gaan zitten. Hier staan er nog een paar mensen. En dat een jaar naar grote droom gaat uitkomen. Ja, ik word er niet zelf een huwelijk gevraagd. Nope. Maar daar aan de of tafel. Toch. Aan de tafel. Of toch. Precies die ik nu in mijn smies heb. Gaat straks iemand met een huwelijk vragen. In de smies of in jouw smies? In mijn eigen persoonlijke smies.com. En ik heb dat nog nooit gezien en het lijkt me zo leuk om te zien dat iemand een huwelijk gaat vragen. Ook omdat wij het dus al weten. Dus dan ga ik helemaal letten op hoe zenuwachtig ze zijn als ze binnenkomen. En wanneer dan het moment zijn. Oh, zo leuk. Jij ook, hè? Wat vind jij er allemaal van? Ik ben super benieuwd. Ik ben vooral benieuwd hoe hij het gaat doen. Of hij op zijn knieën gaat. Ja, toch. Je kijkt heel erg naar boven. Als je dan naar het scherm kijkt, niet. Ik ben benieuwd of hij... ik ben benieuwd of hij ook op zijn knieën zal gaan. Maar ik ga vanuit dat wel. Ik ben benieuwd of hij heel zenuwachtig gaat zijn. Natuurlijk. Of gaat zij hem een huwelijkshaanzoek doen? Hallo. Bij de ontbijttour van Yara en Noor. Aan de linkerkant ziet u Savory. Aan de rechterkant ziet u Summer Witness. Lekker! Het had wat voeten in de aarde, maar we zijn er. En het is hier zo mooi en rustig. Waanzin. Dit is echt een plek waar je bijvoorbeeld zou willen trouwen of zo. Zo prachtig. Er zijn drie andere mensen ongeveer. En hier zijn dus allemaal tenten waar je kan slapen ook. Oh my god. Hier zit je dan te lunchen. En dit is het uitzicht. Zwembadje. En dan heb je hier bijvoorbeeld een tent. Ja, het is echt heel erg grappig. Even op onderzoek uit. Ik zie hier een tent staan. Ik weet niet of dit iemands huis is. Nou ja, hotelkamer dan. Of gewoon een chill area. Heerlijk. Lekker. Lekker een wandeling aan het maken. In de totale leegte. En nu staan opeens... deze units daar. Schatinvasie. Zo lief. Tippies. Date night 5.0. Vandaag heb ik aan een hele funky broek. En gaan we eten bij Mot, wat het hotel voor ons heeft geregeld. Een nieuw Italiaans restaurant. Wat een geweldig uitzien. Ik heb dus een pizza besteld met salami en chilipepers. En zeiden, oh, we maken hem heel licht. En ik zie echt 40 chili stukken erop liggen. Hoeveel
hoeveel chili stukken tel jij? 100? 100 bij de 100? Super lekker chillen, is het weer tijd om onze spullen te pakken en deze heerlijke huge kamer te verlaten. Dus dat gaan we razendsnel doen en dan nog even on to the next. Vandaag dit aan. Ja, ik heb een rokje, Balenciaga tasje. Lekker bad, ik ga je zo missen. Jordi is dus helemaal obsessed met deze blauwe stoel. Super lekker chill stoeltje. Heerlijk. Dat was een felblauwe suede stoel thuis. Ik zou ook wel willen dat je thuis van die rozen voor mij neer zou zetten. Doe ik altijd. Hoe vaak neem ik niet bloemen voor jou neer? Oh ja, dat is waar. Ik zet ze alleen niet voor je neer. Oh ja. Hoe leuk is het koelkastje ook? Nou, hoe leuk zijn al deze fluwele items hier? Ja. We komen nu aan bij het volgende hotel. En het is zo waanzinnig mooi. Ik heb echt zelden zoiets gezien. Super rustig, heel verzorgd en groot en echt waanzinnig. Pretty! Wat fantastisch, hè? Ongelooflijk dat dit soort plekken er overal zijn. Wauw! Niet te doen. De zon is terug. Lekker mijn nieuwe badpak aan. Love it. Heerlijk. Hoi. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik ben nog steeds gewoon super wit. Ik heb trouwens mijn rok aan van de Café Noir Studios. Oké, ik sta nu ook wel in de volle zonlicht, daardoor lijkt het extra wit. Jordi is super lekker krokant bruin gebakken. Ik niet. Hij is ook een beetje ziek, dus we blijven vanavond in het hotel en gaan roomservice bestellen en chillen. Kijk, even onze tinten vergelijken. Ja, jij lijkt ook wel wit in dit licht. Ja, een beetje. Ik moet zeggen dat dit zo'n fijne plek is. Ik hoop echt dat ik hier ooit nog een keer terugkom. Echt een heerlijke oase van rust. Heel goed gevonden door Yusra. Echt amazing. Loves it. Ja, love it. Dank je, Yusra. Dank je. Dit is helemaal ons eigen huis. Say what? Mini-olijven. Heerlijk. Je hoort hier ook alleen maar vogelgeluiden. En pauwen. En jouw zieke verkoudheid helaas, maar prima. Hier een hoekje om thee te drinken. Woody. Zie je weer zo mooi. Goedemorgen, we zijn in het Essari Paleis. Wat? Ik ben net even gaan zwemmen in dit geweldige zwembad. En nu hebben we eindelijk een massage. Wat een goede look. Sup. How you doing? Oké, mooi in het paars. Goedemiddag. Supermooi plekje. Wow. Hier kun je dan na de massage even relaxen. Zo'n mooi zwembad, oh my god. We zijn weer terug in ons huis. En ik moet zeggen dat ik me echt zelden zo chill en gelukkig op een vakantieplek heb gevoeld. Het is hier zo fijn. Overal hoor je alleen maar geluid van vogels die aan het chirpen zijn. Mensen zijn heel rustig en lief. Het eten is heel lekker. Het is zo'n oase van rust. Ik hoop echt dat ik hier ooit nog kom. Ik vind het echt fantastisch. Echt een van de fijnste plekken die ik in tijden heb gezien. De laatste date night is aangebroken en ik had een jumpsuit aan en toen dacht ik nee, dit zit zoveel lekkerder. Dus ik heb weer mijn Esmeralda jurk aan. Ik heb het niet tegen jou Jordi, ik heb het tegen de leukste volgers van de wereld. Ik ga dit echt zo missen. Kijk, dit is ons eigen tuintje. Dit was echt een van mijn lievelingsplekken ever. Ik wil hier echt terugkomen. Zo fijn. Dus, we gaan nu sushi eten, waar ik heel veel zin in heb, na dagen van heel veel vlees en deeg en couscous en dat soort dingen.
Mijn haar niet gekamd vandaag. Ik doe het dus altijd in een vlecht. Als het net gewassen is, wel droog, maar gewoon op de een of andere manier pakt het dan toch weer goed. En dan krijg je gewoon een wavy structuur. Heel chill. Zitten we dan op de trap te wachten op onze taxi. Die is op Bruine. Die taxi die veel te laat is. Of, maar wel een beetje te laat. Ja, we zijn letterlijk nog geen één keer ergens op tijd gekomen deze trip. We zijn op holiday time. Daar is een taxi. Oké, zodra je je vlogcamera aanzet, komt het ervan. Is het de vraag of deze voor ons is of niet? Ik denk het niet. Het is namelijk een auto van een hotel. Kan het ook. Sushi-boot. Ik ga nu voor je nu. Dit ziet er wel lekker uit. Mooi, hè? Oh, je bent echt bruin. Klinkt bij een wit bed natuurlijk. Oké. Okay. Het is ons laatste dag. Ik heb lekker Jordi's overhemd gepikt en aan op mijn luipaardrok. Ik heb helemaal geen blouse mee. Heel random. Niks voor mij. Dus ik heb lekker die van hem gepikt. Wat er eigenlijk ook gewoon cooler uitziet. En heel lekker zit deze. Waar is dit ook weer van? The Good People Fashion. The Good People Fashion. Die weten wel wat ze aan het doen zijn. Qua blouses. Heerlijk. We gaan bij het wentelteefjes pannenkoeken. Super veel fruit. Heerlijk. En hoe geweldig is deze roze zaal. Oh my god. Ik ben helemaal obsessed met deze roze poef. Doe normaal. Wat is dit voor iets lijps? De laatste uren zijn aangebroken. Zo verdrietig. We gaan nog even lekker bij het zwembad liggen. En ik heb net gedoucht en spullen ingepakt en dat soort dingen. Ik neem altijd mijn trusty föntje mee. Ah, omdat ik gewoon niet het geduld heb om heel lang mijn haar te föhnen. Dat is toch wel de key. Een goede föhn en een texturizing spraytje. I like it. Ik zal even mijn kleur laten doen. Maar goed. Even de rest inpakken en dan nog een paar uur bij het zwembad. Beauty essentials. Bronzer zonder brand. Vitamine C serum. Parfum. Cleanser die heel mild is. Lekker crempje. Mijn Super Dyson. Echt obsessed met deze. En een zonnebrilletje voor de ogen te beschermen. Nou, we nemen het er nog een keer van. Caesar celletje. Voor de derde dag eet ik dit. Yum.